En we hoorden ook van een bekende ex-K3'tje, Christel Verbeke, dat ze jou ook als topfavoriet beschouwde. Ja, hoe voelde dat als je dat hoort? Ja, dat was wel echt heel bijzonder. Dat was echt, echt heel gek eigenlijk. Want dan denk je, wow, dat was echt mijn voorbeeld. Want ja, de eerste K3, toen was ik natuurlijk jong. Dus daar kijk je wel echt tegenop. En ja, oh, dat was echt wel heel bijzonder. Toen ik dat zag, dat ze dat op Twitter dan had gepost. Dat was wel echt heel bijzonder, ja. En heb je haar ooit zelf gesproken, Dieren? Ik heb haar wel een berichtje gestuurd. Ook om haar te bedanken daarvoor. En ja, dat ik het zo bijzonder vond dat zij dat voor mij had gepost. En daar reageerde ze ook al op dat ze dat echt vond. En dat ze me heel veel succes wenste. En dat was wel heel erg lief.